Wij staan hier in onze historische binnenstad op de plek waar de nieuwe universiteitsbibliotheek voor de UvA gerealiseerd wordt op dit moment. Conceptueel hebben we destijds een gevel bedacht, als het ware een soort vlies, een sluier. Die gevel wordt eigenlijk gemaakt met letters. Letters die tot uitdrukking zouden moeten brengen het nieuwe gebruik van dit complex. Dus een directe relatie krijgen met de geesteswetenschappen. Ja, hoe wij tot het thema zijn gekomen, dat was niet 1, 2, 3 besloten. Er waren een aantal randvoorwaarden, zou je kunnen zeggen. Het moest tijdloos zijn. Het moet over 50 jaar mensen nog aanspreken. Het moest aan de ene kant met Nederland verbonden zijn, maar het moet ook een breed internationaal publiek, al die toeristen die hier langslopen, aanspreken. Het moet natuurlijk ook iets met de UB en liefst ook nog met die faculteit die daarachter ligt te maken hebben. Dus we kwamen al heel snel uit dat het iets met woorden moest zijn. Nou, dan ga je dus met het thema woorden aan de slag. En ja, er zijn er zoveel. Wat ga je doen? En al heel vroeg in de vergaderingen van de werkgroep kwam op tafel een zin van Martinus Nijhoff uit het beroemde gedicht A-water. Lees maar, er staat niet wat er staat. Nou, vanaf dat moment hebben we geprobeerd om 100 alternatieven te verzinnen. Maar die zin bleef overeind. Nou, het is een super interessant project met grote technische uitdagingen die uit de architectuur komt. De stalen regels, de vormen die in de ruimte hangen, beperkingen voor proportie van de letters. Inhoudelijk is het interessant. 24 verschillende talen, 6 verschillende schriftvormen waarmee alle dichtregels neergezet gaan worden. Dus Grieks, Oud-Grieks, Hebreeuws, Arabisch, Jiddisch. Het zijn als het ware 3D geprinte letters die uiteindelijk van een bronscoating voorzien worden. Ik ben geen 3D-ontwerper, maar het moet uiteindelijk 3D-vormen worden. Dus het is toch uit mijn lettertypografie-praktijk moet ik op een of andere manier data maken waar de architect in zijn 3D-praktijk mee aan de slag kan. En het was echt een plezier om te zien hoe de mevrouw van de zinnen en de meneer van de letters en de architect er samen in slaagden om een gevelscherm te maken waarvan je echt met recht kan zeggen 1 en 1 is 3. Het uiteindelijke resultaat kunnen we nu al zien als het ware een kleine mock-up. Dat is zeg maar een soort schaalmodel, 1 op 1 van een stukje van die gevel. Nou, wij kijken er echt naar uit. Volgens mij wordt het heel erg bijzonder. En geeft het ook een verrijking, niet alleen voor de UB, maar ook aan het straatbeeld waar we hier nu staan.